Morning Amsterdam! Zie je ook, ik zie nog wel mijn jas. Ik heb alweer lekker gedoucht, redelijk geslapen. Het blijft toch een dingetje alleen. En ik heb zo meteen om 10 uur hier beneden in de lounge een afspraak. Ik ga eerst nog even lekker ontbijten. En ik heb alvast een legging aangetrokken voor onder mijn broek. Want ik ga zo dus naar een evenement van Echo. En dan gaan we verven. En ze zeiden, kleed je warm aan, want de ruimte moet doorgelucht worden. Dus ja, een extra laagje vandaag van mij. Oké, ik heb hier... zo, goedemorgen. Mijn stem moet nog even wakker worden. Ik heb hier perfect daglicht. Check even. Dus ik heb even een setting gemaakt voor een mooie flatlay. Oké, ik zal nog even snel mijn outfitje filmen. Ik heb vandaag een hele donkere outfit, maar dat is dus voor het evenement wat ik straks heb. Ik denk dat ik mijn jasje dan uit moet. Maar anders vond ik het wel heel erg donker. Ik heb mijn streepjes shirt eronder aan gedaan van Selected Femme. En truitje en broek van Costus. Petje van My Jewelry. Nou, dat was hem wel weer. Schoenen van Zinx. Ik moet haasten, want ik ben alweer veel te lang bezig geweest met de foto's. Ciao! Ik ben bij het Echo-evenement en we gaan creatief doen. We gaan namelijk eigenlijk allemaal ons eigen canvas-tasje verven. Met allemaal verschillende technieken. Dus ik ga even kijken welke techniek ik heb. 60 seconds, but with this indigo you want to... Pak je erbij? Ja. Even een flatlay aan het opbouwen. We hebben daar tasjes gemaakt. Dit is mijn tasje. Dat hebben we zelf geverfd met indigo verf. En ik ga nu een What's in my bag flatlay maken. Dus hier ga ik nog even wat spulletjes bijleggen. Zo, dit wordt hem. What's in my bag? Op je matje staan. Adem in. En adem uit. En je knie naar je ellebogen. En weer terug. Naar de zijkant twisten. Yes! Ik heb net weer een live workout opgenomen in de Body Boost groep. Het was echt super leuk. Ik heb echt veel leuke reacties gekregen van de mensen die meededen. Het was een buikspieren workout. Bij deze wil ik dus ook nog even een oproepje doen. Want ben je nog niet lid van mijn Body Boost groep? En heb jij zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel werken aan mijn body en mijn mind. Want het is niet alleen body, maar ook mind. En meld je dan aan voor mijn Body Boost groep. Het is een programma van 6 maanden. Ik heb elke maand een challenge. Ik heb elke maand 2 keer een live sessie. Waarbij ik dus dit soort live trainingen ga doen op Facebook. Elke week een workout video. We delen healthy recepten. En nou, we helpen elkaar natuurlijk motiveren om, lekker mee te gaan doen. Om lekker thuis te gaan sporten. Zodat je straks niet onzeker je bikini in hoeft. Hallo, het is vandaag alweer donderdag. Ik ben nog steeds niet topfit, maar mijn lieve schatje heeft een kippensoepje voor me gemaakt. Dus daar geniet ik al een paar dagjes van en hopelijk voel ik me snel weer beter. En wie hebben we daar? Pouty! Goedemorgen! Nee, Milek, ga je niet pletten. Vrijdag, bijna weekend. Ik ben zoals je ooit nog steeds niet topfit. Jure heeft echt de hele nacht... lopen hoesten. Dus het was geen topnacht, maar ik had me ingeschreven voor sportles. Dus ik ben toch om 7:30 gaan sporten. Het was behoorlijk pittig weer zo na een paar dagen niet topfit te zijn. Alright, ik ga er vandoor. Dit is mijn outfitje. Ik heb mijn glittertop aan, die ik ooit een keer heb gekocht bij... geen idee. Mijn Zara blazer. Mijn nieuwe pantalonnetje en mijn bijpassende glittervans en mijn knommel laptoptas. Oh ja, en ik heb niet gedoucht, maar ik ben lekker in bad geweest. Oh, zo fijn. Ik ben aangekomen bij mijn afspraak.
bij de Kistkoning. Jullie herkennen deze items misschien wel. We zijn al meerdere malen teruggekomen op mijn blog. En ik heb ook gefotografeerd voor de Kistkoning. En we gaan nu onze samenwerking even evalueren. Goedemorgen. 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 Het is zaterdag. En we zijn onderweg naar de stad. Ik ben nog een beetje aan het ontbijten ondertussen. Ik ga naar de Pearl voor een nieuwe bril. En ik ga 3 brillen ophalen voor samenwerking. Mag ik mooi flatlace maken. En ik ga naar de kapper. Die birdie gaat weer eens naar de kapper. Maakt zeker ook wel uit of je het 's ochtends gaat meten of dat je het zo. Ja, in het algemeen. Het is de grootste kans hebben. Ja, prima. Nee? We hebben hier een lage beetje. Nee, nou weet je, het mag wel een beetje, zeg maar. I'm back. Ik heb hele leuke brillen uitgekozen. Het was best wel een beetje. Hallo? Het was best wel een beetje moeilijk, eerlijk gezegd, om brillen uit te zoeken. Want ik heb een redelijk klein hoofd. Maar ik heb echt een hele leuke bril gevonden. En ja, ik klink nog steeds verkouden. En ik heb nog steeds een zere keel. Oh. Maar kijk, dit is de one. Cool, hè? Ik vind het leuk. Ik ga deze voor mij op sterkte maken. Want ik heb een hele lichte afwijking. Ik heb namelijk 12 jaar geleden heb ik mijn ogen laten laseren. En ja, dat is toch wel weer een beetje achteruit gegaan. Het komt erop neer eigenlijk dat ik ja, net alleen voor 's avonds, zeg maar, als het een beetje donker wordt, heb ik in de auto begin ik een beetje moeite te krijgen. En dan ben ik ook een beetje nachtblind. Dus dan is het wel lekker. En gewoon 's avonds, als ik de hele dag achter de computer heb gezeten, is het ook wel lekker. Het is wel echt een verbetering. Ik zal jullie ook even laten zien welke bril ik hiervoor had. En dit was dus de bril die ik had. Zoals je ziet, dit maakt mij echt mega streng. Vind je er wel kinky? Maar ik vind die andere nu echt wel veel leuker. Ik denk ook dat ik deze nu niet meer zo veel ga dragen. Af en toe weer even dansen hoor. We voelen ons weer beter. Had ik jullie al verteld dat ik heel erg van reggae muziek hou? Ik hou eigenlijk van heel veel soorten muziek. Maar ik vind reggae vind ik soms wel echt heel chill. Ja, dit is wel een mooi shot. Show de boel, kampioen Malou aan de beurt. Show de boel? We zijn aan het schuilen. Ja, weet ik, maar jij bent show de boel kampioen. 94. Yay! Nieuwe topscore. Woehoe! Hallo, het is maandag en ik ben een flatlay aan het maken. De flatlay met de nieuwe brillen. Dit wordt de eerste. We zijn terug van sporten en het eten staat al klaar. Jeremans was mooi op tijd thuis. En we eten lekker worteltjes, mijn lievelings. Mocht jij 2 worstjes? Ik had goed gewerkt. Hard gewerkt. En 2 mayonaise? Nee. Goed, een kleine mayo. Kleine mayo is voor jou. Ik hoef geen mayo. Zo, ik dacht ik ga nog heel eventjes snel mijn outfitje filmen. Dit is wat ik aan heb vandaag. Mijn glitterfans en mijn pantalonnetje en mijn sterretjesblouse van, geen idee, Pieces of zo. ik ga naar de film. We gaan naar 50 Shades of Grey. Ik ga nog heel even snel mijn haar verven en dan spring ik in de auto. Goedemorgen, het is dinsdag en ik ga naar de kapper, eindelijk. Ik heb zo uitgegroeid, er moet echt iets aan gebeuren. Dus ik heb eindelijk een keer een plekje gevonden in mijn agenda dat ik de tijd ervoor heb. Want ja, dat kost altijd wel wat uurtjes. Oké, dit is wel even wat minder. Het is dus nu. Dus ik moet door een hele grote regenboog gaan fietsen. Zo, ik zit in de highlights hoor. En een paar lowlights. Jee, ik ben weer terug. En ik heb even mijn haar zo gedaan. Want nu kan het eindelijk weer. Nu is de bovenkant tenminste niet helemaal donker. En weet, ja, ik ben echt heel tevreden. Want ze hebben ook een paar
donkere plukjes tussendoor gedaan. Heel subtiel. Je kunt het helemaal niet zo heel goed zien. Maar daardoor is het geheel nu wel veel natuurlijker. Echt heel blij mee. Zal ik het op de achterkant laten zien? Als het lukt. Had je mij gemist? Hi! Kiwi! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hoi, het is woensdag en ik heb eventjes gisteravond met Jurre dit plekje weer veranderd. Want daar stond onze bakskar en die heb ik toen een keertje er neergezet voor een fotoshoot. Maar ja, eigenlijk hoort hij daar helemaal niet. Hij komt eigenlijk uit de veranda, maar daar zitten we nu dus nog niet zo. Eigenlijk trouwens zouden ze vandaag een verandawanden komen plaatsen. Maar er is eentje beschapen aangekomen, dus het gaat helaas niet door vandaag. Maar goed, ik dacht dat is nog wel even leuk om te laten zien. Dit plekje ziet er dus nu zo uit. Vanmiddag heb ik een afspraak met Sings in de stad. En ik heb net eventjes wat fotootjes gemaakt. En ik heb natuurlijk mijn haar net laten doen bij de kapper. Tada! So happy with my hair! Wat? Zomaar gedoe. Kijk, nu zien mensen eens hoe jij echt bent. Een klungelige man. Stille. Een knorrige, knullige man. Stille. Oké. Wij gaan. Ik ben net even langs de leenbakker geweest. Want ik heb gordijnen opgehaald die ik op maat heb laten maken voor in onze slaapkamer. Dus die gaan we even ophangen. Nou heb ik blijkbaar de verkeerde plugdingen gekocht voor in een grip. Ja, deze zijn weer niet goed ofzo. Zul je altijd zien hè. Ik heb echt zo lang met die meneer van de bouwmarkt zitten kijken welke ik moest hebben. Ik zei ja deze. Maar Jurre zegt nu net dat deze eigenlijk niet goed zijn. Tadaa, het resultaat. Ik ben er echt blij mee. Het is direct een stuk aangekleden en die kleur die matcht ook echt wel perfect. Met de deuren en natuurlijk... de lokkerkast. We hebben trouwens ook lichten onder ons bed. Dat hebben we nog nooit laten zien. We hebben dus een palletbed en daar hebben we onder een ledstripje gemaakt. Met warm licht. Dus dat is wel heel sfeervol. Ik zal ook even laten zien als het licht uit is. Kun je het iets beter zien? Kijk. Lily. Maakt wel echt de slaapkamer helemaal af. En ja, dat moest ook echt wel, want daar kwam gewoon nog te veel licht vandaan. Dus we hebben wel opgedaan natuurlijk, maar daar staat buiten echt een flinke lantaarnpaal. Dus daar hadden we toch wel last van. Dus ik ben benieuwd hoe we vanavond gaan slapen met onze gordijntjes. Ik heb de boel even afgesteld. Hallo, het is donderdag. Ik moest even nadenken. De pakketdienst is net geweest en ik heb de brillenbox gekregen van Pearl. Dus ik ga even fotootjes maken voor Instagram. Want ik heb een leuke samenwerking met ze. Waarbij ik dus mooie flatway foto's ga maken. Want ze hebben een nieuwe trendcollectie. En nou ja, daarvoor was ik dus laatst ook bij Pearl om een bril uit te zoeken. En nu ga ik mooie content maken voor ze. Zo, ik heb hier eventjes een setting gemaakt voor de flatlay. En hier ga ik natuurlijk weer een kopje cappuccino in shoppen. Oh,
eten lekker een pokeball. Zo lekker. Oh, ik zit hier nog met mijn jas aan. Ik zal eerst mijn jas even uitdoen. Lekker, lekker. Heb je zin in? Heb je zin in? Lekker het een pak eten. Buiten heeft er ook zin in. Ja. Auw. Oké, voordat ik ga eten, nog even snel een mooie flatlay foto maken. Want het is natuurlijk wel... Voelt wat zich er goed verleent.